De kinderen van Ephraim Zegen en andere buurten in Paramaribo-Zuid zijn gisteren flink verwend in verband met Kinderdag. Jaarlijks wordt Kinderdag op 5 december herdacht. Holiday Snacks heeft in samenwerking met de jongerenorganisatie The Youth Leads the Way een kinderdagviering voor kinderen vanaf 5 jaar georganiseerd. Winston Adaba van The Youth Leads the Way merkt op dat het niet alleen gaat om genieten, maar de kinderen waren ook educatief bezig. Het is een sportdag, kan je zeggen, sport- en speldag. We hebben verschillende attracties en sportspelletjes voor die kinderen. We hebben onder andere een dansworkshop die we straks gaan krijgen van mijn persoon. We hebben ook een taekwondo workshop van de nationaal kampioen Jamal Arnhem. We hebben ook een thai-box workshop van de jongens van Team Eiffel. We hebben sminken van Kelly's Art. We hebben tekenen van de Holiday Ladies. We hebben springkussens, trampoline. We hebben volop drinken. We hebben volop snacks voor die kinderen. We hebben ook estafettes. We hebben touwspringen, touwtrekken. We hebben heel veel activiteiten voor de jongeren. Adaba vindt het geweldig dat de kinderen hebben genoten van de diverse activiteiten. Gezien de economische situatie in het land is het een genoegdoening voor de organisatie om iets terug te doen voor kinderen en de blijde gezichten te zien. Als we kijken naar de situatie in het land zien we ook dat er heel weinig activiteiten georganiseerd worden voor de jongeren. Dus als wij en andere jongeren zichzelf kunnen inzetten om deze jongeren positief bezig te houden, zou ik het zeer op prijs stellen. Ik denk ook dat dat nodig is in Suriname om een betere toekomst te hebben voor onze jongeren. Zodat ze ook altijd positief bezig gehouden kunnen worden in het belang van onze sweetie Suriname. Aan de viering was er geen leeftijdsbeperking verbonden.